Hallo allemaal, daar zijn we weer. Wow. Het is weer vrijdag, we gaan weer live. We gaan weer live en deze week hebben wij een champ in de house. Enige ding wat ik even wil weten is hoe ik klink. Dus dat is even belangrijk. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik aan het echoen ben. Dus moet jullie me vertellen. Ik heb weer mijn setup aangepast. Ik zit in een nieuw huis, dus er zit nog niet zoveel aan de muur. Dus jullie moeten me even vertellen als het een beetje goed klinkt. Zo ja, top. Zo nee. Dan moet ik misschien een andere oplossing bedenken. Maar laat me in ieder geval weten of je me goed kan horen. En dan gaan we vanaf daar verder. Vandaag hebben we Regian Eersel die voorbij komt. Natuurlijk hebben we morgen ook Tijani Bestati die het opneemt tegen Chico Kwasi. En ja, hetzelfde gewichtsklasse. Alleen Regian zit natuurlijk bij One Championship. En die andere heren zitten bij Glory. Dus dan gaan we even kijken wat hij er allemaal van vindt. Hij komt later even voorbij. Hey, I'm in. Geen echo, hoor me prima. Shout-out naar Vinnie. Deze man, hè. Deze man komt met bars. Nee, maar check Vinnie sowieso. Je moet hem sowieso checken. En shout-out ook naar Buiten de Kooi. Ik ben blij dat jullie doorgaan. Een van de sterkste podcasts die er is in Nederland. Dus ik ben blij. Ik ben blij dat jullie doorgaan in ieder geval. Ook goed dat jullie me horen. Misschien ligt het aan mijn headset waarom ik veel echo hoor. Dat zou ook kunnen. Joes komt wel later, maar dat is verder geen probleem. Veel dingen. Ik ben vandaag niet bij de Glory persconferentie geweest, want ja, er moet ook gewerkt worden natuurlijk. En ja, we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is. Misschien dat er nog iemand langs kan komen, dat zou ook nog kunnen. Even kijken wat nog meer. Boxing influencers zijn er, is wat beweging ingekomen. Kunnen we ook over hebben. Youssef heeft misschien wel een tegenstander in gedachten. En ik zag ook een paar collega's die ruzie hadden. Dus dat gaan we zien. Ik zie daar een behoorlijke Baram-fan. Baram gaan we binnenkort zeker weer uitnodigen. Dat is geen probleem. Even kijken. Wat zeg je? Chico, Tijani en Eersel top 3. Ja, maar dat is niet eerlijk, Mojimo. Want ik zie jou bij elke post. Zie ik jou mega Tijani bestaat die fan. En ik kan niet kwalijk nemen, want die man. Denk dat hij het wel goed gaat doen. Sowieso wel. Even kijken, Joes is er al bij, dus ik ga hem er nu eventjes. Ik ga hem erbij halen. Joes kijkt dan mee. Flashy Kids, shout out naar Mr. Zoa. Ook gewoon goed bezig, die kerel. Met een Z trouwens. Even kijken. Even kijken of we Joes binnen kunnen halen. Want zoals altijd doet Instagram een beetje stoer. Altijd zo geweest. En ja, klopt, Vartax. Vechtersbazen versus Champstalk. Ook spannend, man. Spannend. Ik liep vast. Oh, nou, Mo. Mo wou een top 3 van mij. Regian, Tijani en Chico. Dat is wel spannend, hoor. Ik weet het niet. Ik weet dat jij een mega Tijani-fan bent, want overal zie ik jou commenten bij Glory, bij mij. Ik had het allemaal in de gaten, Mo. Ik had het allemaal in de gaten. Ik ga erover nadenken. Later ga ik wat doen. Vinnie. Nou, ik weet niet. Ik weet niet hoe zwaar, een Aladdin is van Champstalk. Maar ik weet wel dat kijk, als Dennis mij zou uitdagen, ik zou gewoon publiekelijk zeggen, no man. Dennis is groot. Groot niet als in lengte, maar Dennis is fucka. Ja, praten we nu al over de Dennis, vechtersbazen versus Champstalk? Nou, ik moest het, ja, weet ik veel. Ik dacht, ik meld alles. Ik meld alles wat voorbij gekomen is. Maar jij ook? Ja, er is veel gaande. Oeh. Kijk, wat voor klappen of... Wat is er al iets met jou gaande ook? Nee, boxing-influencer. Met mij is niks gaande, man. Met mij is niks niet? Gaande. Ik heb wel een antwoord teruggekregen van de baas, Maurice. Ja. Maar die zei gewoon van, we gaan binnenkort bekendmaken wie ze tegenstander is. Jij wordt het ook niet. Ja, precies. Hij is die Conor McGregor. Ze willen hem niet tegen een goeie zetten. Ze willen hem langzaam bouwen. Ze kennen hem bouwen, maar ja. Hij kan wel, hoor. Ik zou een leuke matchup vinden. Ik denk dat we ook goed zouden verkopen. Zo. Ik denk dat we goed kunnen verkopen. 100%. Maar wie gaan ze anders tegen hem zetten dan? Ik weet het niet. Een of andere Temptation Island. Waarschijnlijk. Vast wel. Dus, waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk, inderdaad. Ja, ja man. Maar je had het tegen Roelvink op willen nemen, dus. Ja, waarom niet? Ik bedoel, kijk.
Ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb hem wel een paar keer gezien, gesproken. Gewoon een goede guy, niks mis mee. Maar dat lijkt me wel een interessante guy. Die man heeft de naam. Ja. Hij heeft ook wat Ik had. vechtervaring, want hij traint ook bij een goede gym Ja, en hij man. spart ook met die jongens. Dus genoeg mensen met wie hij kan trainen daar zo. Dus daar zie ik een uitdaging in, snap je? Juist. Dat geeft je ook Dat snap extra ik. motivatie om dan. Ik ging rekenen, bro. Toen ik dat zag en ik zie nergens een tegenstander staan en ik zie hem nog commenten. Wie moet mijn tegenstander worden? Ja. En toen zag ik die post van John Doe. Toen dacht ik bij mezelf van, Wacht hey, ik ga rekenen, even even. kijken hoeveel weken. 10 weken, oké, 10 weken zou meer dan genoeg moeten zijn om Zo. van Dave Roefink te kunnen winnen in de ring. Maar goed, Ja, dat. man, maar wel, ja. Nee, broeder, maak je geen zorgen. Onderschatten is goed. Onderschat Onderschat mij, is. zeker. Ik ga verliezen, zeker. Ik win niks. Ik kan niet vechten. Onderschat is sowieso beter. Beter, Onderschat, je kan beter onderschat mij. underdog zijn. Niet mij overschatten. Ja, maar ja, hij vecht wel en hij traint ook. Maar ja, ze vergeten niet dat jij ook traint. Dat, mensen zien dat Listen, niet. ik film niet elke keer of zo dat ik ga trainen, maar ik train ook met jongens, ik spar ook met jongens, bro. Mijn neus maakt een kraakgeluid nu als ik dit doe. Ik zweer Oh, het je, net. Ik hoor gewoon een kraakgeluid in mijn hoofd. serieus? Bro, ik spar zonder bitje. Waarom? Ik weet niet, bro, ik vergeet die dingen altijd. Dus ik spar gewoon, maar ik zeg niks toch. Ik hou mijn kaken stijf op elkaar. Kijk, Vini. Vini is helemaal Den Haag, man. Tuurlijk man, groen-geel, je weet hoe we het doen toch? En Hagenees kan niet verliezen van een Amsterdammer, sorry. Sorry, Oh dat nee, bestaat toch. niet. Oh nee, ik ben blij. Ik ben geen van beiden. Ik hou me er buiten, man. Ik woon Maar in laten we Ede, het hier woont hebben niemand. over echt. Hey, trouwens, wacht even. Dat filmpje van influencers met de mic. Dat die zei van ik heb Badr Hari getraind. Ik heb. Noem maar de grote namen. Maar dit is pas echt een. Dit is echt de Nee. uitdaging. Nee man, Mike, nee man. Nee man, Mike, ik ben het heel eens met dingen die je zegt, maar dat. Ja, maar het is promo toch? Je moet toch promo maken? Nee, Ja, oké. toch? Ja, maar Ja, laten we man. het hebben over echte partijen, namelijk Dennis tegen Champs. Oh, ja, wat? Ik, ja, weet ik het fijne? Ik weet wel wat dingen. Ik, ja, Wat weet weet ja, je. kijk, wat Dennis heeft gepost, dat wist ik al, zeg maar. Dat Had dat. hij heeft al iets gepost? Nee, Dennis had toch een post geplaatst Ja, 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 met zijn hoofd op Muhammad Ali. ja. En Ja, dan Allah op de grond, zeg maar. ja. Kijk, wij weten al, dat zijn wij, maar dat zijn de mensen online niet. Ja. Maar wij weten al, die twee liggen elkaar. Er is wat voorgevallen. Ja, er is wat voorgevallen. Maar nu heeft Dennis het publiekelijk gemaakt. En heeft hij ook gezegd, blijkbaar heeft hij ooit een bericht gekregen van Allah met. Of ergens is dat naar iemand toegestuurd met. We gaan wel een keertje de studio bestormen of Juist. zoiets. Maar in Juist, maar wat dat was volgens voor mij toen Nessim context? aan het. Nessim was toen aan het. Dat was het. Volgens mij was Nessim toen aan het presenteren. Voor Toen die tijd UFC? nog. Voor UFC. En toen was er inderdaad iets van. We gaan naar de studio en trekken hem op van het beeld of zoiets. Ik weet het niet precies. Maar zoiets was het. Ik kan wel begrijpen, want. Nee, laat die oude dingen. Laat die oude dingen. Nee, maar. Ik denk dat bij Dennis. Kijk, Dennis is. Hij leeft ook weer in die vechtsportwereld. Hij traint zelf ook. Het is zijn werk ook. Dennis vat, denk ik, dat soort dingen. Misschien had hij het anders bedoeld. Maar hij neemt Ja. dat serieus. Omdat hij is ook niet per se mattie-mattie met je. Misschien matties onderling zeggen dat tegen elkaar. Ja. Maar. Zoals ja, als je niet iemand goed kent, kan dat verkeerd bij iemand vallen, denk ik. Hè? Ik weet niet Dus die volledige verhaal, maar. ik krijg net. Hij, nou, Dennis laat niet los. Hij heeft net weer een post Ja? gemaakt. Net. 12 minuten geleden. Ja, maar ik dacht, ze gaan elkaar vandaag tegenkomen. Voor wat ik heb begrepen was Champstock was wel aanwezig, maar Aladdin was niet aanwezig. Oké. Ja. Zou dat misschien vanuit Glory Nee. gezegd zijn van, hey, luister, we willen niet dat jullie daar publiekelijk gaan vechten. Ik denk het Alhoewel niet. het voor de vechters wel leuk zou Ik zijn. denk het niet. Ik denk niet dat het daarom is. Ja, ik weet het niet. Ik weet Feyenoord er ook niet van hoor. Het enige wat ik weet is dat Dennis laat die niet los. Ja, maar Net dan nog is daar gepost. iets, zeg maar. Dan is daar iets. Want eerlijk is Dus. eerlijk, Halle en Dennis gaan nooit tegen elkaar vechten. Lijkt mij ook niet. Alleen gewichtsklasse al, weet je. Dennis is stevig, man. Dennis is Als hij me zou stevig, uitdagen, wat zou ik ook. groter. Hij Ik is zou. wat.
Ja, is ongeveer mijn lengte en is ook niet de dikste. Vroeger was hij wel zwaar. Vroeger. Maar hij is Maar fit, fit hoor. hij is flink afgevallen. Kijk, ik zeg niet dat hij verliest of iets, want ik weet niet hoe zijn vechtskills zijn. Maar ja, heren, maak het gewoon goed met elkaar. Schud elkaar de hand en ga gewoon Ja, verder, ieder zijn of gebied. niet. Niet. Of niet, ga boxing influencers doen. Dat zou ook leuk zijn. Dat zou kunnen. Als Dennis mij uit vandaag zou ik gewoon nee zeggen. Ik zou publiekelijk zeggen, no man, you win. Maar Ik zou is ook niet zeggen, mijn Dennis. gewichtsklasse. Ik zou zeggen, Dennis. Ik vecht niet met oude mensen. Hey, volgens mij is hij mijn leeftijd. Nee. Hij is zo oud, hè? Hoe oud is hij? Gaat Dennis niet richting 50? 50. Denk ik, hè? Omdat hij bedriegt de boel. Hij ziet sowieso er jonger en Hij fitter ziet uit er dan jong hij uit, werkelijk hè? is. Dus daarom schat ik hem expres wat hoger in. Oh, zo manier. Nou, wat ik heb begrepen is dat Aladdin wel. Hij tegen mij ooit gezegd dat hij bokste. Oké. Nou, dan. Kijk, maar hij, We hebben nog geen is, antwoord gehoord. Ik heb ik las niks ook net gehoord. dat hij is op vakantie. Dus ja, weet je. Oh. Die is rustig daar aan het bedenken hoe hij hierop terug gaat Hij is komen. chillen. Maar eigenlijk, hè, is win-win, man. Is win-win. Ook ga je nokkie, is win-win. Die Ja. cloud is win-win. Is Ja. win-win. Ja, man. Nee, tegen Dennis wil ik ook niet. Nee, nee, nee. Sorry, man. Laat Nee, Dennis. man. Ga maar rustig, rustig. Gewoon zo rustig, man. Boks rustig. Laat Dennis met rust. Laat Dennis. Ja, man. Dennis is die Mike van die serie Better Call Saul, Breaking Bad. Die Mike Trout, zeg maar. Hij ziet boze. Je kijkt naar hem, je denkt, wat gaat deze oude man doen? Nee. Groot, deze oude man Hij gaat gaat je je een goede pak pakken. Hij aangeven. gaat je pakken. Nee, man. Dennis is OG, man. Met Hij alle is. Hij... respect, Dennis, je bent niet echt een oude man, je weet. Nou, hij is al langer bezig dan ik. En ik doe het al 11 jaar. Dus ja, die man doet volgens mij al 15 jaar, man. Hij is de OG. 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 OG, De o OG. OG. Ja, man. Zeker. Zeker. Dus ja, we gaan het merken, man. We gaan het Ja. zien. Ik ben benieuwd hoe dit eruit pakt. We gaan En het zien. ja, Waar we is gaan zien. Regia? Regen, ik ga even kijken waar die man De is. Ja, volgens mij is dat champ. nog niet, Champ. man. De champ, champ. De echte champ, deze De man. champ. Ja, man. En de grap is, hij is bij One Championship, lightweight, is gewoon wat hier wel te weten is, hè, bij Glory. Ik dacht al ja, want deze man, ik zag hem een keer bij Warrior Code. Hij is geen lightweight. Nee, geen Glory lightweight, nee. Nee, geen Nee, man. Warrior lightweight. Dus daar vechten ze dan op 70 kilo? 77. 77 is daar lightweight. 77 is lightweight daar. Volgens mij, Oké, ik dacht hoor, het al, kan zijn dat hij mag gaat corrigeren anders dadelijk, zou die maar. nooit denk ik die weightcut halen, man. Denk het ook niet, maar hij is ook lang, hè, regio. Maar, Daarom. ja, ik ben benieuwd, man. Ik ben benieuwd. Ik ben sowieso benieuwd naar morgen. Uitverkocht, hè. Ik ben echt, weet je. Gloria en ik hebben af en toe wel ons dingetje, weet je. Maar deze partij is gruwelijk. Deze partij, Chico tegen Tijani. Lange tijd niet zo'n dikke matchup gehad, hoor. Het is een gekke match. Bro, ik zeg je eerlijk, ik vind morgen die hele kaart, en Ja, dat man. niet heel vaak, van begin tot einde, gewoon keihard. Zo. Prelims beginnen we gelijk met die Eat al Hajj, Ja, man. de Hit Marokkaanse keizer. man. Frankrijk tegen de Hitman. Dus dat is gelijk een mooie pot. Ja, man. Daarna vecht volgens mij Colin tegen Gashi. Juist. Ze hebben boef gestrikt, hè? Ze hebben boef gestrikt. Zag je dit? Boef was daar. Ja? Ja, man. Bij de persco. Ze hebben Maar het hij moet gefixt voor zijn hem. tourmanager Ja, supporten, toch? Zijn tourmanager man. heeft altijd hem gesupport met zijn Met zijn carrière en dingen. veilig Ja, toch? gehouden. Dus ja. Ja, Ja, man. man. Dus dat zijn alleen al de prelims. Weet je? En dan enige teleurstelling is Hamisha. Zo, ja, man. Dat Is helaas balen, hè? door medische redenen is afgezegd of afgeraden door de doktoren. Ja, man, ik had Toch? het niet helemaal meegekregen. Wat was Bro, het ik precies? wist het niet eens een uur geleden, hè? Oh, Het was al serieus? lang al bekend. Mattie van me zei tegen mij: Bro, Hamisha gaat niet vechten, man. Toen zag ik op vechtsport info Oh ja. nieuws. Ja. En toen, ja, man, Hamisha gaat niet vechten, man. Door medische redenen. Oh, dat is wel heftig, man. Ik probeer Regan erin te krijgen, hoor. Bro, je Want weet, hij. die Insta tript altijd, man. Insta trip, dus ik blijf je pompen. Ik blijf het doen. We gaan het zien. Regan die kijkt dan mee. Ik probeer hem er. Ai, champ Bam, is champ, here. champ. Ja.
Hallo? Hoi, man. Ja, man, waar ben je? Ben thuis, man. Oh, ik dacht dat je op zolder was of zo. Je was Ja, een beetje. op Oh. zolder. Goed thuis, goed thuis. Lekker, man. Lekker. Champ, hoe voelt het? Ja, rustig. Ja, voelt goed, man. Je hebt je baby weer terug. Hey, echt, hè? Zo, was nodig. Ja, man. Heb je het een beetje gevolgd, Youssef? Ja, bro, tuurlijk, man. Tuurlijk, man. De man heeft zijn bel teruggepakt, man. Hoe lang was het dat die vorige partij was? Want het was een tijdje even rustig met One en kickboksen. 6 maanden geleden, man. 6 maanden, ja. Voor jou is dat lang, want het liefst vecht jij elke maand. Ja, ik had ook gevraagd, nadat ik had verloren, zei ik van ik wil over 2 à 3 maandjes weer. Alleen ze zeiden toen, ja, die kaarten zijn al vol. Ik kan pas augustus vechten. Maar augustus had ik mijn huwelijk. Dus Gefeliciteerd. thanks, man. Dus toen zei ik van nee, dat kan niet, man. En toen zei ze oké, dat we 2 maanden later in oktober. Bam. Okay. Maar Ja, als we man. teruggaan van die, als we teruggaan naar die eerste partij, dat je die bel had verloren, vond je het volledig terecht? Nee, maar niet volledig, man. Niet volledig. Nee. Eigenlijk Waarom helemaal niet? niet. Kijk, weet je, ik was zelf niet tevreden met mijn prestatie. Alleen, ja, je weet toch, als je die wedstrijd gewoon met een neutraal oog zou kijken, zou je zeggen draw. Ja, ik vond niet dat hij overtuigend echt dat hij echt had gewoon Juist. niet genoeg gedaan, man. Om van de kampioenschap, je weet toch? Dus dat, man. Ja, man. Als je van champ wilt winnen, dan moet je eigenlijk echt Moet domineren, zeg maar. Moet je echt extra gas erovenop. statement moet je neerzetten. En dat had hij niet gedaan, man. Nee, man. Ja, man. En de periode na die rematch dan. Hoe? Maar je had zo lang niet verloren, hè? Was het eigenlijk echt een beetje lekker eigenlijk gewoon, die hongerigheid gewoon weer? Ja, eigenlijk wel, moet je eerlijk zeggen, man. Wel, Ja. man. Ja, man. Want je weet toch, kijk, mensen weten of beseffen niet. Je wint de hele tijd. Je weet toch, het gaat elke keer goed. Op een gegeven moment raak je in een soort sluimerstand. Je weet toch, van oké, je weet toch, we gaan het weer doen. Ja, op een gegeven moment ga je denken, we gaan toch weer winnen. Je weet toch, het gaat toch weer goed komen. En nu was er zoiets van, no, man. Je werd echt met de feiten op me, je weet toch, gedrukt gewoon van G. Je hebt gewoon verloren, je weet toch? Van, er waren gewoon fouten die gemaakt werden in het gevecht. Waarvan ik dacht van, no man, dit moet niet meer gebeuren, man. Je weet toch? En het heeft wel echt een honger in me, in me, in me, in me, zeg je dat? Losgemaakt. Losgemaakt, juist. Van, hey, nieuw vuur, je weet toch? Dus ja man, aan de andere kant was het echt goed dat ik had verloren. Ja. Zo. Ja man. Keihard, man, om dan weer zo op deze manier weer terug te pakken. Want hé, die dingen waren daar, man. Hoog, laag, Boos. knieën, alles zeg maar. Bam. Kickboxles heb ik gegeven. Man. En je hebt hem zijn eerste los gegeven ook nog, hè? Ja. Want hij was ongeslagen. Ja, dat ook, man. Dat ook, man. Ja, maar. Dat ook. En nu, wat wil hij? Wilt hij weer een rematch? Sowieso. Hij wil weer een rematch, man. Maar ja, hij zei het ook. Hij zegt, ja, nu staat 1-1, hè. Ik zeg, ja, klopt. Maar je weet toch, ik heb ook nog andere belt. Thaibox belt. Dus die moet ik ook nog verdedigen. Die divisie wacht ook op mij. Dus first thing first. Ja, man. Zo. En hebben ze daar al over gehad? Of over gesproken? Of een soort timeframe? Nee, man. Daar is One wel echt, hoe zeg je dat? Weer reden in. Ze laten niks los, man. Dus ik heb totaal geen planning van hun of zo. Je weet toch? Ook niet na die wedstrijd. Zeggen niks. Echt Raar apart. is dat, hè? Ja, super raar. Super raar. Dus ik kan ook niet zeggen, ja, man, ik vecht, je weet toch, over 3 maanden weer of zo. Ja. Nee, het is gewoon. Ik krijg een berichtje weer, dan in vechten. En dan, ja, ik zeg meestal, zeg je wel ja. Altijd eigenlijk. En dan, ja, dan moet je weer aan de bak. Maar ik heb Ja. ook wel aangegeven hoor, van, je kan niet zo werken met mensen, man. Je moet ook het jaar inplannen. Ik kan niet wachten op een telefoontje en dan, je toch, voor de rest niks doen. Ja. Af en En toe, springen wanneer ze dat vragen. ja, precies. Moet je zo lang wachten dat je dan af en toe ook, zeg maar, hunzelf dan benadert? Of... Nee, dat.
dat niet zozeer, dat niet zozeer. Maar ik wil gewoon ruim van tevoren weten, je weet toch, wat die planning gaat zijn. Oké, geef me gewoon een tijdlijn van, oké, je vecht waarschijnlijk december of januari. En dan waarschijnlijk, ik zeg maar wat, in juni, juli weer. En dan, je weet toch, september weer. En je weet toch, maar ze zeggen gewoon niks. Mm. Dus, oh, ik vecht waarschijnlijk wel over 2 à 3 maandjes. Maar je weet toch, geef tenminste een berichtje van, we gaan je waarschijnlijk inplannen zo en zo. Dus je weet toch, hou er rekening mee. Maar dat doen ze niet, dus. Wat is dat? Is typisch Aziatisch of zo? En ze zeggen, ik weet niet, man. Backen, ze van, geen probleem, we bellen hem volgende week. Hangt er vanaf waar van Azië? In Japan? Ja. In Japan maakt ze geen grap met dat soort dingen. Die zijn stipt. Die zijn strak. Klopt. Die zijn stipt. Ja, man. Maar, want nu vecht je ongeveer 2 tot 3 keer per jaar, toch? Ja, 2 tot 3 keer per jaar, man. Ja, man. Ik zou denken, met 2 belts, dat je nog vaker zou gaan, toch? Ja, ja. Ik kan ook vaker vechten. Hmm. Alleen, afgelopen jaren had ik mijn hand gebroken. Dus ik moest gewoon herstellen. En wat ik al aangaf, ze wilden die remix doen op mijn huwelijk. Huwelijksdag. Hmm. Ja, dat ga ik gewoon niet doen. Ik ga mijn huwelijk niet anders had ik vorig jaar, had ik dit jaar eigenlijk al 4 keer gevochten. Maar toch, ik heb maar 1 lichaam. Dus, daarom. Goeie keus gemaakt, man. Goeie keus. Vertel eens over je bruiloft, man. Geef eens even een snelle. Want wat ik zeg alleen maar een mooie outfit en een dansie of een klein stukje, maar. Maar veel heb ik niet gezien. Ik zeg klein stukje. Plus, wat? Nee, je hebt Youssef en mij niet eens uitgenodigd. Hoi. Krijgen we deze praatjes, denk de regio. Ik moet die foto's nog droppen. Nee, mijn bruiloft was in Ayon. Is een dorpje in Spanje. Een uurtje rijden van Madrid. Was in de bergen, buiten. Waren ongeveer 100 man. Vrienden, familie. Was leuk, man. Er was 2 dagen. En was een prachtige locatie. Hoe kom je daar dan op die plek? Google, man. Google. Google. Die vrouwen zitten in de gekke locatie. Ze weten hoe ze dat doen. Ja, man. Maar ik heb die locatie gevonden. Ja, ja, man. Ik wou sowieso, een plek hebben die waar mensen naartoe konden rijden. En natuurlijk ook vliegen. Maar voor de mensen die niet de vliegticket konden betalen, die konden er ook natuurlijk naartoe rijden. En de mensen wisten het al een jaar van tevoren. Dus, ze konden sparen. Genoeg tijd om te sparen. En begrijp je, dus man. Maar was dik, man. Ceremonie, daarna lekker gegeten. En daarna vissen, man, tot bam. Hey, ja, 2 dagen, maar is dat traditie of iets? Of, nee, is geen traditie. Kijk, de meeste mensen waren al een weekje daar ongeveer. De eerste dag was gewoon chillen, je weet toch, de plek zien. Want we sliepen allemaal, tenminste, al de bruisjongens en bruismeisjes en mijn ouders en mijn schoonouders sliepen allemaal op de locatie. Op de locatie had zelf ook een hotel, dus die had ik ook afgehuurd. Het was gewoon relaxen. De eerste dag was gewoon relaxen. Je weet toch, een beetje het schema doornemen voor de volgende dag. En de volgende dag was het trouwfeest, trouwerij, trouwfeest. En daarna nog een nachtje blijven slapen natuurlijk, om gewoon te herstellen. En dan de volgende dag was uitchecken. Zo. Dus je hebt gelijk huwelijksreizen en alles in toch, waren we 3 dagen daar, op de locatie zelf. Maar man, die mensen hebben gelijk hun vakantie eraan geplakt. Je weet toch? Dus, lekker, man. Hele happening dus. Hey, maar hoe heb je het huwelijk gevraagd dan? Ik ben best wel nieuw, maar de immortal romantic talk. Een jaartje, iets langer dan 1 jaar geleden, op de bruiloft van haar zus heb ik haar tegen. Loop ik vast of lopen zij vast? Jij liep vast. Jij loopt vast. De bruiloft van je zus, zeg maar, zij was in die moment van... Wauw, ik wil dit ook, zeg maar. En iedereen was daar al. Je weet toch, iedereen die kende was daar al. Dus was perfect meegenomen. Was echt mooi meegenomen. Je weet toch wanneer het boeket gaat gooien? Ja. Maar ze gooide het niet. Ze liep, zeg maar, naar mevrouw toen, zeg maar. Toen in. En toen stond ik achter haar en ging ik op mijn knieën. Zo. So, wat? Ja, man. Heb je beelden? Ja, natuurlijk heb ik beelden. Je kan me een privé sturen, toch? Voor het archief. Ja, toch? Je kan me privé sturen, toch? Ik hou van die dingen, man. Ik vind het mooi, man. Mooi om te zien.
En hoe is nu huwelijksleven als een getrouwde man? Voelt het anders? Het voelt anders, man. Ja, man. Ik kan nu zeggen, is mijn vrouw toch? En zij kan zeggen, ja, toch? Dus. Ja, man. Het voelt goed. Het voelt goed. Leuk, man. Mooi om te horen. Ja, dat zijn mooie dingen. Zo mensen zie je ook weer de andere mooi, kant. Nog, wacht, ja. Giovanni. Nu is het nog mooi, bro. Nu is het nog mooi. Lachen, bro. Ik zit nu op mijn 6e jaar bijna, bro. Ja, bro. Vertrouwen. Dit is nog die beginfase. Ja. Altijd leuk, die eerste 2 jaar. Ja, maar Youssef is een succesverhaal. Weet je. Bij mij. Laten we niet praten over mij. Laten we niet praten over Giovanni. Bro, liefde kan altijd komen, je weet. Je weet maar nooit, hè. Kan om de hoek zijn. Zeker. Daarom, man. Daarom. Maar ja, champ weer, man. Hoe was het? Je had die belt weer teruggewonnen. Of was unanimous decision ook? Want ja. Inderdaad, je hebt les gegeven. Ja, man. Toen ging je naar huis. Wanneer was er echt het besef dat je hem weer terug had? Al gelijk, man. Ja? Weet je wat er was? Dat was aan toen ik de eerste ronde terugkwam. In de hoek gewoon. Serieus? Ja, man. Toen wist ik af, oké, als ik nu zo door blijf gaan en er gebeurt niks geks, dan heb ik hem gewoon. Je weet toch. Het was niet eens de intentie om hem... De gameplay was helemaal niet om hem knock-out te slaan of iets, maar zoals jullie ook al hebben gezien, dat was gewoon domineren, gewoon laten zien van G. Er is, je weet toch, geen discussie mogelijk. Ik ben gewoon de betere vechter. Punt. Je weet toch, dus ja, man. Dus vanaf de eerste ronde wist ik af. Deze gameplan die we hebben geoefend, perfect gewoon. Ja, man. Ik zo blij. Ja, man. Want die gameplan was, ik zag veel, zeg maar, laag, hoog, licht in het lichaam, knietjes erbovenop. Ja, man. Alles, G. Veel ook. Ja, zoals je zegt, maar variëren, benen, lichaam, hoofd, lichaam, benen, hoofd, alles, je weet toch? Rechts voorstaan, hem gek maken gewoon. Op een gegeven moment weet je niet meer toch hoe je moet staan, dat is de ding. Ik weet niet, nee. Helemaal gek. Ja, man. Had je hem daarna nog gesproken? Ja. Na die partij, gewoon DM's of zo? Nee, geen DM's. Maar hij kwam, even denken, toen ik back was na het gevecht in de kleedkamer, kwam hij naar me toe, bedankte hij me, hij zegt ja man, goede pot. Toen zei hij ook van ja, het staat 1-1 nu, maar hij zei niks over revenge of zo. Hij zegt ja, we komen elkaar nog wel tegen. Netjes. Ik bedank ook om die rematch zo snel te accepteren, want hij kan ook gewoon zeggen van nou, ik wil niet meer tegen Regia vechten. Dus ik bedankte hem ook van ja, thanks for accepting the rematch so fast. En ja, hij zei take care. En dat was het, man. Dat was het. Ja, man. Wel netjes, man. Klaas, man. Die guy. Wel, Ja, zeker. Maar ja, ik zag wel dat hij huilt, man. Ogen waren helemaal waterig en shit. Ja, maar ja. Doet pijn, bro. Doet pijn. Ja, man. Ze is geslagen. Ze is eerlijk, je dacht bij jezelf misschien van... Kijk, bro. Nu weet je wat ik, zeg maar, de vorige keer meemaakte. Ja, maar dat ding is... Hoe lang hij ook gaat kickboksen, hoeveel winstpartijen, hoeveel verliespartijen hij ook gaat krijgen, Regio zal altijd de eerste maar deze zijn. Deze winst is ook anders, hè? Die winst van hem was zeg maar, oké, okay, jury, oké, okay, ja. Prima. En dit was gewoon domina, je weet toch? Ja, man. Dat is een andere manier van winnen. En dat beseft de vechter zelf het beste. Mm. Ja, klopt. Ja, man. Ja, boah. Ja, man. Was weer een masterclass, man. Ik heb genoten. Ik zag ook wat van je voorbij komen dat je toch wel had van, hé, Juan, jullie mogen wel wat meer promoten, man. Ja, man. Klopt, man. Klopt. Hoe zit dat dan precies? Want ik af en toe zag ik nog wel wat filmpjes voorbij komen, maar niet zo heftig als andere bijvoorbeeld. Bro, ze slapen, man. Kijk, weet je wanneer hij mij gepromoot is, wanneer ik gevecht heb? Weet je toch? En als ik bijvoorbeeld nu naar Instagram ga en ik open die chat, zeg maar, met Juan, dan denk ik misschien dat ze me, los van mijn gevecht, 4 keer of 5 keer taggen in een bericht per jaar. En that's it. En ik heb zoiets, bro, ik heb meerdere wereldrecords op mijn naam staan daar. Je weet toch? Ik heb denk ik de meeste wereldrecords daar op mijn naam benoem, staan. Benoem ze alsjeblieft. Voor mijn informatie. En dan heb ik zoiets van, jullie promoten me niet gewoon, je weet toch? Jullie promoten wel andere vechters, maar fucker, je weet toch? Ik denk van... Wat, is het omdat ik geen Aziat ben of weet ik veel, is het mijn huidskleur of wat? Ik maak geen geluid op social media, misschien is dat het, I don't know. Ja. Ik denk vooral die eerste man.
Je merkt wel dat die Aziatische vechters meer die push krijgen, maar ik word doodgegooid met Thaise vechters en noem het maar op. Klopt. Is wel zo. Maar je ziet dat vaker ook bij vechtsportorganisaties, dat ze, vooral want ze willen natuurlijk die uitzending willen ze pushen, hè. Ze willen dat veel mensen gaan kijken. Ja. Dus juist in de aanloop ernaartoe gaan ze juist pompen, gaan ze juist aandacht geven. Klopt. Alleen, ja, het is wel wat je zegt, man, tussendoor, bro, allemaal records, allemaal dingen waar, weet je, waar ze ook andere markten naartoe kunnen gaan. Zonde, man. Precies, maar ja, dat doen ze niet, dus... Maar is er dan voor jou, kijk, tuurlijk, je hebt die belts nu alle twee, je wil die belts ook verdedigen. Mm-hmm. Deze vraag heb je sowieso ook gesteld, maar ik ga hem nog een keer stellen. UFC, is dat niet misschien... of is dat zeg maar faai om over te praten omdat je nu bij One zit? Ik weet niet. Nee, is helemaal niet faai om over te praten. Okay. Maar ik zeg het nogmaals. Want ik denk echt dat je daar, bro. Ik weet het, ik weet het, maar mijn focus is echt gewoon op staand vechten, man. Ja, man. Liefde, diezelfde. Maar niet op. Maar wie weet, jeetig, wie weet. Jeetig, zou nog kunnen, man. Ja, wie weet. Oké, dan is een realistischere vraag. De stap misschien dan naar Glory toe op een gegeven moment. Kijk, wanneer je op een gegeven moment daar klaar bent bij One. Mm-hmm. Dichter bij huis vechten, dichter bij de fam. Ja, misschien ja, het is zeker om... Die paycheck minder weten we niet, maar... Nou, weten we wel. Nee, zomaar. Dat weet ik sowieso. Ja. Maar in de toekomst, wie weet, als mijn contract afloopt bij One... En dat ik denk van, luister, ik ben nu gesetteld, jeetje, I'm good. Ik hoef het niet meer te doen voor die paycheck. Dan kunnen we zeggen van, ai, laten we dichter bij huis gaan. En de Nederlandse fans ook even, jeetje, wat zo. Ja, man. Ja, man. Ja. Want als je kijkt naar je following en je reacties en de dingen op jouw socials bijvoorbeeld. Waar, komt het voornamelijk veel uit Azië of vooral uit de regio hier? Is verschillend. Ik denk dat... Ik had de laatste statistiek op mijn Instagram. Het is 40% Nederlands en de rest is allemaal buitenlander. Mm. En ik denk zo'n 20% komt uit Azië of 25%. En de rest, de meeste komen uit Amerika. Amerika, serieus? Ja, Amerika en Canada. Maar dat komt denk ik ook omdat ik de laatste tijd omdat ze die deal hebben gemaakt met Prime Video. Juist. Dus ja, man. Oh, maar dat... Aan de andere kant is het, ja, weet je, ze promoten je niet, maar ze geven je wel in ieder geval wat shine in de US. Dat want is... ik dacht, ai, regio vecht. Ik ga smiddags, ik zat zo, ik zo, no, deze is 2 uur s'nachts, man. Shit. Voorbij, man, is voorbij, tijd man. Is voorbij, hè? Pay-per-view, man. Ja, maar pak je geen pay-per-view points? Mag je erover, ik weet niet of je erover, als je nee, over ja. wilt delen. Nee, man. Dat zou leuk. Lekker zijn, nee, alleen voor Aziaten. Dan zal die paycheck nog beter zou zijn. Nog lekkerder zijn, dat ja is, man. Dat is waar die vechters zeg maar, bij de UFC, die willen allemaal pay-per-view. Want dat is echt die gekke money als die je kaart goed verkoopt. Klopt. Pay-per-view money, ja man. Ja, man. Zeker man. Maar oké, staand vechten. Maar... Dus, ja, sorry, ga verder. Ja, hoe laat vecht je dan nu? 2 uur? Ook daar in... Nee, de hele grap is, dat gala daar begint 8 uur 's ochtends. Ja. En ik heb main event, dus ik vecht dan rond 10 uur 's ochtends. Oh. Maar besef, mijn wekker gaat gewoon om 6 uur 's ochtends, hè. Is echt raar, man. In de ochtend vechten. Dan anders, is man. Ik ga ontbijten. Maar zit je dan niet juist meer in je energie in de ochtend? Of is het toch anders? Ja, in feite wel, ja. Want je bent, zeg maar, uitgeruster. Omdat je bent ja, niet net wakker, maar je hebt niet zoveel energie verspild dan als je in de avond ligt. Dus ja. En aan de andere kant, je bent klaar met vechten, je komt naar buiten, zon schijnt, alles. Je hebt nog hele dag. Hele dag. Ja. Zeg maar. Ja. Dat is wel echt lekker. Ja man, okay. Maar beter dan dat je als je prelims daar zat, man. Boy, 8 uur 's ochtends. Mm-hmm. Maar voor hun, maar 8 uur 's ochtends lokaal ja. daar. Ja, lokaal ja. Ja, 8 uur 's ochtends lokaal ja. Ja. En het zit gewoon vol. Daar, hè? Ja, maar ja. De eerste keer verbaasde me het echt, man. Het stadion zit gewoon vol. Denk echt, vanaf de prelims al, hè? Ja. Mensen hebben echt gewoon een wekker gezet. Wekker op? Kaarten
ze hebben die hele avond doorgehaald. Ja, is Bangkok, hè. Dat kan ook. Ja. Dat zou ook nog kunnen, ja. Dat zou ook nog kunnen. Maar gek, man. Bro, Gio, kijk, maar het bevalt je nog steeds, Azië? Nou, we moeten een keertje Thailand, man. Bangkok wedstrijd pakken, man. Ik ben down, man. Ja, man. Ik ben down. Bevalt me nog steeds, man. Los van die ik net heb aangegeven, bevalt het me wel nog steeds. Ja, toch? Ja, man. Ja, het is... Is het je iets kijken daar naar een huis of iets? Of heb je dat al daar? Nee, man. Nog of niet. Een appartementje of iets ergens? Nee, reden waarom? Omdat... dit jaar heeft Won het contract getekend toch met de Thaise regering, bla bla. Of zodat ze die shows kunnen geven in Lumpini. Maar volgend jaar kan het ook veranderen. Dan gaan ze misschien weer move naar Singapore, want dat deden ze voor. Of dan organiseert ze weer een gala in Japan of zo, begrijp je? Of laatst in Qatar. Dus je weet toch, om een huisje ergens te gaan. Ja, huren kan natuurlijk, maar kopen. Toch zeker, man. Gewoon lekker in Su. Lekker Su daar een huisje. Rustig. Ja, kijk, nu praat je met me. waar zou je het liefst dan jouw huis willen hebben? Waar in Suriname? In de buurt waar ik ben opgegroeid, man. Paramaribo Noord. Ja. Ja, man. Die ken ik gewoon als mijn broekzak bijna. Boah, ik ben echt 3 keer geweest, man. Ik ben echt een schande, man. Ik ben echt 3 keer maar geweest in mijn leven. Wanneer is de laatste keer dan? Hoe oud was je toen we naar Su gingen? Is al te lang geleden. Ja, is te lang. Ik weet niet meer, man. Ik weet niet meer. Toen we naar Su gingen? Dat was... Nee, man. Was je moet teruggaan naar je ik land, terug, bro. Teruggaan. Wat zei je, schat? 11 jaar geleden, zo. No. Ga Marokkaan vragen. Wanneer is hij voor het laatst geweest? Hij gaat zeggen 2 weken geleden. Ik ga morgen aan, Sam. Ja, zegt morgen. Dat. Maar Marokko en Suriname is... Marokko is dichterbij, hè. Ja, iets. En ook... Ja, en Suriname is ook een stukje duurder om daar naartoe te gaan. En de prijs, hè? Hé, ja. Wordt alleen maar duurder, lijkt me. Suriname Airways of zo. Ik zie die altijd bij Donovan Vissen. Ja, maar voor verhalen erover, dat ze superveel vertraging hebben en dat vluchten worden gecanceld en zo. Faya. Ja. Is faya, man. Man. Dat is wel ja, man, Suriname. Nee, maar het is lekker, man. Als ik daar ben, is het altijd chill, man. Familie. Dus het is altijd goed, man. Ook al ben ik er niet opgegroeid, maar, weet je. Maar wacht even voor mijn informatie. Wat kost een huis daar in Suriname nu dan? Zeg maar gewoon een gezinswoning. Wat ik heb gezien, een kant-en-klaar huis met grond, hebben 40.000, 50.000, 60.000. Dat zijn die Marokkaanse prijzen, daar hou ik van. Hoeveel kost het ook in Marokko? Bro, en hier? 4, 5 ton. En je gaat kijken naar die huis, je gaat denken, hè? Heb ik voor deze bakstenen dit betaald? Ik weet het alles van, man. Is para, man. Is para. Ja, I know. Het is gek huis. Ik heb nu net een nieuw huis. En ik huur het. En daar ben ik ook... ben ook veel geld kwijt. Alles is duur, man. Alles is duur. Alles omhoog, behalve salaris. Klopt, man. Klopt, man. Is echt gek, man. Is echt gek. Hey, trouwens. Ja. Had ik dit al gevraagd aan jouw regio? Ik weet het niet meer, man. Je waggie. Mm-hmm. Wat was met die waggie gebeurd? Welke waggie? Zijn waggie was in de brand gevlogen, toch? Precies een jaar geleden. Dat was ook in oktober gebeurd. Precies een jaar geleden. Ik reed op de snelweg. BMW? Ja, man. Met mijn vriendin. Vrouw. Ik reed linkerbaan. Niet eens zo hard. Misschien 110 reed ik. Ik druk gas in, het gaat niet meer. Je weet toch, auto komt eruit. Ik zeg tegen haar, iets klopt niet. Je weet toch, ik druk gas, maar het gaat niet. En ze kijkt zo in de spiegel en zegt, ik zie rook achter, zeg maar, achter de auto. Ik dacht, ik ga naar rechter rijbaan. Ze zegt, ja, je moet eraf, weet toch, ga op de vluchtstrook. Oké, ik ga op de vluchtstrook, doe ik gevarenteken aan. Ik stop. Hoe ik stop, zie ik rook uit de motorkap komen. Ik doe mijn deur open. Er komt rook uit de, hoe heet het? Hoe heet die, Sani? Motorkap. Weet je toch? Daar komt rook uit. Ik dacht, kanus. Ik wou die gevaren driehoek zetten. Ik doe de achterbak open. Ik loop weer langs mijn auto. Ik zie vlammen eruit komen. Oh. Waar ik Ja, man. Gelukkig waren mijn kids niet bij, man. Ik had die autostoeltjes. Ik dacht, wat is het duurste in mijn auto? Oké, die autostoeltjes.
Dus ik gooi ze op het gras. Ik pak wat doe ik open, ik gooi mijn spullen eruit, want ik kan mijn trainingsspullen bij. Hé, hey bro, die ding kan ploffen, je bent gek eigenlijk. Bro, schijn. Nee, man. Hé, hey, Maxi Koos is geen grap, hoor. Snel. Alles gebeurde echt super snel. Ik dacht, no man, het duurste moet ik uit mijn auto halen, zodat niet, dat niet verbrandt. Je weet toch? Dat ik nog wat kan besparen. Vriendin ondertussen brandweer bellen. En brandweer kwam na 8 minuten, maar ja, in 8 minuten, auto helemaal verbrand. Maar uiteindelijk ben je erachter gekomen aan waar het aan lag? Ik zie een comment, ik zie een comment hier. Hij speelde zijn highlights op YouTube en er kwam alleen maar vuur. Hey, die is sterk, man. Daniel, shout-out naar jou, man. Die comment is sterk. Nee, ik ben er niet achter gekomen waar het aan lag. Reden waar, ik ben gelukkig was ik ouders verzekerd. Dus ik heb gewoon het volledige bedrag teruggehaald van mijn auto. Ik heb gelijk weer een nieuw gekocht ook. Alleen, ik was dus niet verzekerd om BMW aansprakelijk te stellen. Mm. Maar het autobedrijf waar ik die auto had gekocht, die kon dat wel doen en die hebben dat dan ook gedaan. Maar voor de rest heb ik daar ook niks van gehoord, hoor. Dus ja, man. Geregeld. Gek, man. Dat, man. Zo, gekke dingen maak je mee, man. Spannend, man. Ja, maar dat is het leven, hè? Nou, dat heb ik niet meegemaakt, dit. Ik wil het ook niet meemaken, man. Wat mee, man. Iets geks. Dus, Ja, man. 100%, man. 100%. Ja, man. Laten we het even hebben over morgen. Morgen is Glory. Ja, man. Spannend, man. Spannend. Ja, hè? Is jouw gewicht. Wat is jouw favoriete partij van die kaart? Bro. Ik heb er... Oké, okay, je mag er meer zeggen. Ik heb er 3. Oké, okay, ik heb Boapea tegen Tusashi. Dat die gewoon... Kijk, Boapea is gewoon aan nu. Hij is on fire, je weet toch? Ja. Maar Tusashi, hij is... Hij komt van de verliespartij tegen Brown. Kaart gebroken. Ik denk dat hij nu ook echt hongerig is. Helemaal hoe Boapea nummer 1 is. Ja, jongens, ik volg Glory wel. Sterk. Ja, toch? Hey. Is Wisse tegen Brown. Ja, hoor. Ik ben sowieso fan van Wisse. Shout-out naar mijn Stranamang, je weet toch? Hey. Ik heb zelf ook tegen Brown gevochten, dus ik weet wel een beetje hoe hij vecht en wat zijn power level is. Oh, serieus? Hoe lang geleden was dat? Denk 6-7 jaar geleden. Oh. Ik had mijn neus gebroken, man. Hij had jouw neus gebroken of jij zijn neus? Gebroken, man. Met de linkerhoek. Baf! Oef. Hij heeft veel kracht in zijn handen. Maar ook, ja, de trappen. Hier ook, na die linkroep. Bam! Maar ik bleef gewoon staan. Maar ik had hem, ik denk 40 seconden later, had ik hem eruit geslagen met de levensstoot. Bleef hij zitten. Ja, man. In ieder geval, back to Wisse. ja, dus ik ben echt benieuwd hoe die gaat. Hij moet sowieso uitkijken voor die draaitrappen. En ja, wat hij zelf ook aangaf, hij werkt heel kort. Dus als hij dichtbij is, kan hij die korte hoeken geven en die opstoten. Maar om het zo te horen aan zijn interview, heeft hij hem echt gebestudeerd. Dus we zullen het zien. Even een vraag over die partij, hoor. Mm-hmm. Brown heeft eigenlijk, hij heeft maar 1 partij gewonnen voordat hij naar de titel mocht. Vind je, is het niet een beetje te vroeg eigenlijk? Of... Ja, kijk, weet je, ja. Hij heeft ook van Bob gewonnen een keertje. Die eerste partij tussen hun twee. Hij heeft daarna weer wraak genomen, hè? Ja, klopt. Ja. Yep. Maar persoonlijk denk ik dat Glory hem niet weer tegen Boapea wil zetten. Omdat het gewoon, denk ik, te snel zou zijn. En aangezien de manier hoe Wisse van Boapea had gewonnen, dachten ze van, denk ik, hè, dat ze dat zoiets hadden van, nou, we zetten iemand anders tegen Brown. Ik denk eerlijk dat ze hadden verwacht dat Tusashi zou winnen van Brown. Want iedereen denk ik ook al. Een soort van een Tusashi tegen Wisse zou gaan. Maar ja, Brown kwam dus met die spinning backtrap. Ja, man. Dus ik denk dat het zo is verlopen. Ja, man. Ik vroeg me al af van, hè? Maar hij heeft geen streak, niks. En in één keer titel. Maar ja, ik heb het ook vaker gehad, hè. Dat ze me tegenstanders geven van, en ik denk van, je hebt misschien 1 dan. En wonen, je weet toch, en dan kom je gelijk voor de titel, maar je weet toch, het is wat het is, we moeten actief blijven. Ja, het is zo. En het is ook voor Wisse, toch? Want als Wisse deze wint, dan heeft hij, volgens dus staat hij dan gelijk aan Pereira? Als het goed is wel. Ja, toch? Volgens mij plus hij Pereira zelfs dan. Echt? Want Pereira heeft
niet vaak zijn belt verdedigd. Nee. Drie keer, vier keer, denk ik. Zoiets. Volgens mij. Hij had ook twee gewichtsklassen. Hij had ook twee gewichtsklassen, hè? Ja. Ja, maar hij ging niet... kijk, wat was het? Middleweight en light heavyweight. Ja. Die twee gewichtsklassen. Ja, hij was... Of niet? Ik weet het niet, man. Hey broer, kan iemand ons even fact checken? Pereira is... Maar was hij de eerste die in twee gewichtsklassen kampioen was? Bro, Pereira, bij die interviewruimte, ik kan nog herinneren, toen hij op die kaart vocht van Verhoeven tegen Badder. Bro, die mensen in die zaal, ze zien zo'n kale man zitten, vol met tattoos. Hij kijkt zo in die zaal, alsof hij geen ziel heeft. Bro, niemand durfde bijna een vraag te stellen aan hem. Niemand van die journalist. Hij heeft misschien twee, drie vragen gekregen klaar. Pereira. Hij is gruwelijk, man. Wat hij later in de toekomst zou doen, hadden ze toen alle vragen gesteld. Volgens mij had ik hem ooit geïnterviewd. Volgens mij toen hij zijn light heavyweight titel had gewonnen. En toen gaf hij aan dat hij eigenlijk... Hij wou Rico ook nog uitdagen. Ja, klopt. Hij wou die ook nog erbij doen. Maar ja, zo zie je nu. Nee, hij is geen heavyweight. Hij is light heavyweight. Ja, het is nog maar. Moeilijk worden voor hem, man. Heavyweight, UFC? Ja, sorry, man. Met alle respect. Kan. Geef hem kans, maar... Willen we hem geen kans, man. Maar daar zien? Ik wil liever dat hij nog... Hij heeft nog wel wat partijtjes bij Light Heavyweight. Ja, zeker. Heavyweight, eerlijk. Espinol, die gooit hem gewoon de lucht in. Die springt op hem. John Jones springt op hem. Ja, dat wel. Ik zie wel een paar heavyweights. Ik zie hem wel winnen van een paar heavyweights, maar... Ja. John Jones, Come on, man. No, man. Oké, jij zei drie. Wacht, je zit nu... Boa P, Kushat, is die opbouw toch? Brown? Is die opbouw toch? Natuurlijk bestaat hij tegen Kwasi. Ja, wat gaat daar gebeuren? Hoe moeilijk, man. Ik persoonlijk denk gewoon 50-50. Ik wil gewoon een mooi gevecht zien. Technisch gevecht. En je weet toch, mogen de beste man winnen. Ja, man. Dat denk ik, man. Ik geef deze geen winnaar, man. Is lastig, hè? Ik heb precies die wat jij zegt, heb ik gecomment zo onder die post. Je weet toch, colaatje erbij, niet man. Je weet toch? Ja. Ik heb mezelf gewoon in problemen gewerkt weer. Want ik heb wel een voorspelling gedaan. Ik had het... Ja. Ik heb maar niet echt problemen. Nee. Kijk. Bro, het is moeilijk, gewoon... man. Dit valt bijna niet te voorspellen. Daarom is het een van de beste matchups in een lange tijd, man. Van Glory. Lange tijd dat zo'n goede matchup hebben. Klopt. Maar die hype die er ook gecreëerd is, gewoon de natuur. Netjes. Is ook gewoon... Ja. Die opbouw van beide was gewoon, ja, man. Goeie ja, tijd. Man. Ik vind ook dat Glory ze ook lekker gepusht heeft. Ik denk dat ze deze... Het is ook uitverkocht. Ja. En ze hebben hem echt geknald. Aan de andere kant zat... Ja? Ja, ik... Ja, sorry, man. Eerlijk is eerlijk. Zeg maar, als hij al zo snel was uitverkocht, waarom pak je dan niet Ahoy? Ja. In plaats van RTM Stage, snap je? Ja. Ik weet nog niet... Ik weet niet hoeveel stoelen Ahoy beschikbaar waren. Ik hoor al twee weken geleden, hij is uitverkocht. Nieuwe stoelen beschikbaar, Lusu. Ja. Lusu, dan had Ahoy... Ja, oké, maar ja, makkelijk achter. Maar nee, maar dit is... Kijk die kaart die ze hebben gedropt. Ja, man. Begrijp. Is hard, hè? Ja, man. En het zijn, ja, kijk, weet je... Glory, echt serieus. De laatste tijd, ik vind dat de laatste tijd echt sterk, man. Ik vind die matchups de laatste tijd echt sterk. Ik vind echt dat ze het mooi doen. Ik vind wel dat ze Donovan wat meer shine mogen geven. Heb ik vanmorgen nog wat over gedropt. Klopt. Ja, weet je, oké, die beste man was ook niet bij de mediadag waar ik bij was. Oké, dat klopt. Maar, weet je, ik vind ook dat ze wisten gewoon... Kom op, man, die man is zo goed. Die man heeft zoveel techniek. Die man heeft... Ze mogen hem een beetje wat meer zijn geven. Want ik dacht aan jou eerst, Regan, toen je dat zei. Mm-hmm. Toen dacht ik van, maar volgens mij... Want ik ga dan ook meteen naar Glory kijken natuurlijk. Ja. Hey, maar... Wisse, twee promo-video's sinds Glory Zagreb tot nu. Ja. Twee, gecombineerd met de Nederlandse en de internationale Glory-account. Heel te weinig. Geef die man zijn shine. Ja. Maar wat is jouw voorspelling dan, Yous? Jij gaat ook popcorn pakken? Mocht het beste winnen, man.
Ik ben daar morgen. Nee, maar... Bro, weet je wat het is? Tijani is een hele gecalculeerde vechter, vind ik. Ja, en ik vind Chico een hele wilde vechter. En die man kan uit het niets. Je zag het in die laatste partij. Opeens draait hij met zijn arm. Bam. Kwam die tegen Andy aan. Similar, ja. Het is niet te voorspellen. Alhoewel, ik denk dat Chico wat meer kracht heeft. Mm-hmm. Maar ik denk dat Tijani weer wat meer precisie heeft. Mm. Dan is de vraag, wie is de sneller van de twee? Ja. Wat ik heb gedaan, weet je hoe ik op mijn voorspelling ben gekomen? Ik heb ben naar de Glory site gegaan. Ik heb al die statistieken gekeken. Wie landt het meeste per partij? Wie ontvangt de meeste per partij? Een average fight time heb ik gekeken. Ik heb gekeken naar... Al die dingen heb ik naast elkaar gezet. En ik weet, het slaat nergens op. Pardon zeggen, luister hè, luister. Het slaat nergens op. Je hoeft niks te zeggen in de gevechten. Weet ik. Weet dat heb ik echt meegemaakt. Met mezelf en met tegenstanders. Papieren, ik wil helemaal niks zeggen. Niks. Als je een andere gameplan hebt in het gevecht, voor het gevecht, kan je die papieren verscheuren. Verscheuren, hè? Ja, man. Maar kijk, ik heb het expres zo gedaan, want ik kan niet op een gevoel gaan doen, want ik wist allebei goede guys, weet je, allebei chill. Tijani altijd goede interviews, altijd relaxed, altijd open, weet je, Chico hetzelfde. Dus ja, ik dacht, als ik een voorspelling moet doen, dan moet ik het niet zien als mensen, dan moet ik het gewoon zien als statistieken, als twee lichamen die tegen elkaar opnemen. Ik kan niet gaan denken aan mensen dan, want daar ben ik sowieso fire. Ja. Dus toen dacht ik Chico, maar... Hij moet het wel snel doen, denk ik. Want Chico heeft niet vaak 5 rondes gedraaid, volgens mij, of wel? Niet dat ik weet. Niet dat ik... Nee. En Tijani, 5 rondes is het ding, man. 5 rondes. Ja. Is het nu het een paar keer meegemaakt, dus hij weet hoe hij zijn energie moet calculeren, toch? Daarom ik zeg, die man, hij is nu een echte gecalculeerde vechter geworden. Mm. Ja, man. Bro, ik wil gewoon een knockout zien, man. Ja. Dat... Knockout? Ja, bro! Ik denk als je knockout wil zien, dan. Ik weet niet, man. Kijk, die statistieken van Tijani staan ook over zijn hele Glory carrière. Dus eigenlijk is het eigenlijk de laatste paar moeten doen. Want dat is ook niet realistisch. Want hij heeft zoveel stappen gemaakt. De laatste 5 jaar, zeg maar. Dus, of ja, weet ik veel hoeveel jaar. Maar zoveel Chico, stappen gemaakt. Dat is groeiende, hè? Chico zie ik ook nog, zeg maar. Wie denk je dat ouder is? Beter te kunnen worden. Wie denk je dat ouder is? Is. Nee. Tijani is ouder. Ja, man. Ja. Ja, man. Tijani is 26? Ze zijn allebei 26. Alleen Tijani is... ik weet niet precies hoe dat zat. Maar volgens mij wel, ja. Ik train nu met Tijani. Ik spar elke woensdag met hem. Oké. Okay. Chico heb ik vroeger bij mijn gym getraind ook. Maar toen was hij nog niet voor Glory. Toen was hij nog... beginnend A-klasse, zeg maar. Mm. Toen had ik ook zoiets van, deze man's reach is super raar. Rare dingen, zeg maar. Maar het werkt wel voor hem, je weet toch? Dus ik zit wel echt met goede hoop te kijken naar die partij. Om je weet het, gewoon genieten, man. Ja. Genieten van wat gaat komen. Sowieso. Ik vind die timing van Chico altijd gek, man. Je kan er niet voorspellen, man. Dat is raar. Klopt. Heel raar. Maar daarom, dat is dat typetje ook wat hij speelt toch, van Monkey D. Luffy. Ja. Die anime One Piece. Dat is ook zo'n vechter. Die man, hij is van rubber, zeg maar. Hij heeft kracht van rubber. Hij staat hier, hij geeft die voet toe helemaal tot daar, 20 meter. Raakt hij al. Dus dat klopt ook, zeg maar. Het hele plaatje klopt gewoon bij die guys. Bro. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, hoe ik zo spar met die Tijani, hij is wel super scherp. Ja, hij is wel echt super scherp. Dus man... Maar groeit ook, man. Elke keer weer. Ik ben wel echt benieuwd hoe deze partij gaat lopen. Ja, Chico, ik denk, hij is wel echt de 77 kilo vechter die jeugdig. Die echt, waarvan je zegt van, oké, dit is echt een 77 kilo vechter. Tijani, hij is... Het gewicht heeft hij nu wel echt. Ik zag het ook in die foto's bij de media. Oké, hij ziet er wel ook echt groot uit. Maar we zullen morgen zien of hij dat gewicht... Zeg maar aan kan van Chico. Ik denk het wel op zich. Maar we zullen zien, man. Het gaat sowieso een test van hun alle twee worden. Ja, man. Dus, ja. Echt, en Tijani wil het liefst ook minuten maken, zei hij toch, op dat gewicht. Dus ja.
Ik denk, mijn gameplan is ook ingericht op die hele 5 rondes gewoon. Goed uitvechten. Vorige keer dat ik hem sprak. Zeggen, ik weet, jij kent het. Want het drag you to the championship dat rounds. Zei hij. Laatste keer dat ik hem sprak, zei hij ook van, we gaan kijken hoe hij het gaat doen als we hem diep onder water gaan halen. Als we hem de deep waters gaan brengen. Bro. Och, mooie potjes, man. Ja, man. Shout-out naar Robbie, als je deze partij in ieder geval gefixt hebt. Dit is hem, man. Dit moet gefilmd worden, eigenlijk. Robbie moet ook gefilmd worden, hoe die partijen tot stand komen met die vechters, zeg maar. Ja, man. Wat ze ook laatst met de UFC hadden gedaan, weet je nog, met die Mark Hunter. Mm-hmm. Ja, man. Gewoon interessant voor de mensen om te zien, hoe gaat zoiets in zijn werking? Sowieso. Oei. Krijg je een e-mail, krijg je dinges, krijg je een appje? Ja man, gewoon behind the scenes. Gewoon eventjes kijken hoe zoiets in zijn werk gaat. Is interessant man, is leuk. Waar worden die matches gemaakt bij John Jones? Je zag gewoon hier bij parkeerplaats. Ze stappen in die auto, ze maken die match. Maar, ja. Dat zijn leuke dingen. Maar het is dat ding wat je zei ook in Regian. Dat vooral promoten wanneer een partij in de buurt is. Het is wel vaker zo man. Bij Glory zie ik dat ook. Weet je? Vooral richting een partij worden de vechters veel gepromoot. Maar misschien moet het... Ja, ik weet het niet, maar... Misschien heb jij een idee, maar wat moeten ze doen tussendoor? Om hoe vechters wat meer te bouwen, sterren te bouwen? Ik weet het niet, man. Ja, meer profielen, denk ik, maken van vechters. Kijk, je ziet bij de UFC doen ze het heel mooi. Met zo'n UFC countdown. Je hebt UFC embedded vlogs. Je hebt, zeg maar... Kijk, tuurlijk, zij werken ook met andere budgetten. En ze hebben ook meer misschien tot hun beschikking. Maar in deze tijd, je hebt niet veel geld nodig om dingen te kunnen filmen. Alles kan je met telefoon doen, man. Juist. Ja, ik vind eigenlijk een, dat heb je bijvoorbeeld bij een Fanix, radiostation voor artiesten die net beginnen. Mm. Dan krijgen ze een begeleider mee vanuit daar van, post wat op je TikTok, deze caption moet je gebruiken, deze hashtags moet je gebruiken, dit gaat jou meer pushen. Dat je gewoon als vechter ook zijnde, alles wordt voor je, of in het begin zeg maar, dat ze je gaan helpen ermee, of dat ze je in ieder geval gaan leren. Ja, ja. Dat je echt gewoon... Dat is belangrijk. Je moet gewoon ook die als jouw social media dik is, je post gekke filmpjes, mooie dingen. Net wat Tijani nu doet met die episodes, dat hij ze meeneemt. Dat soort dingen, dat is wat elke vechter eigenlijk zou moeten doen. Want dan ben je ook interessanter voor sponsoren, voor merken. Maar je moet het ook leuk vinden. Ik doe af en toe die gekke TikTok-filmpjes ertussendoor, maar hij weet wel, die scoren en die grote bedrijven, die vinden dat geweldig om te zien. Ja man, dat is wel zo. Maar het moet ook je ding zijn. Hè. Je moet er ook van houden. Het moet ook vanuit de organisatie komen. Maar gewoon een social media begeleider gewoon. Weet je wat het ding is? Ja, helaas. Weet je wat het ding is met die organisaties? Het is niet bij de organisaties. Kijk, als je dat moet doen, dan moet je wel vechters een lange tijd aan je binden. Dan moet je ze wel een paar jaar aan je gaan binden. Als je ze helemaal, weet je, want... Als kampioen zijn, de kampioen is sowieso gebonden aan de organisatie. Want de kampioen heeft contract getekend voor 1, 2, 3 jaar, misschien 4 jaar. 100. Dus, toch? Maar ja. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja, maar dat is bij UFC heb je wel dat soort mensen. Heb je PR mensen, die mensen die je gewoon helpen bij die social media. Je ziet, zodra een UFC vechter een beetje leuk doet, of hij geeft een leuke, zo'n post-fight interview, diegene wordt interessant, dan wordt hij ook meer gepusht, wordt hij meer naar voren geduwd, krijgt hij samenwerkingen met Modelo, met Monster, met noem het allemaal. Ja bro, hier heb je dat niet. Nee. Hier moet je lopen met jouw rijschoolinstructeur dinges. Met alle respect natuurlijk naar alle rijschoolhouders en die mensen die dat hebben, maar bij UFC heb je dat niet. Dan krijgen ze betaald om een kit van dat merk van Venom, of ik weet even niet, wat is die merk van nu? Venom. Ja. Nog steeds Venom? Ja. Maar ze krijgen bedrag voor het dragen van die shirt. Mm-hmm. Ja, man. Okay. Dat soort dingen, maar ja. Zo. Wij praten makkelijk. Alleen, ik kan niet in Glory de zak kijken wat zij daar hebben allemaal. Nee, maar weet je, ik vind echt wel dat ze doen wel wat ze moeten doen, weet je. Ik zei veel. Leuke content. Ja, man. Absoluut, echt waar. Man. Vooral een shout-out ook naar Charlie. Charlie doet de social media daar. Ik vind dat die social media, die grappige dingen tussendoor. Ik vind wel dat ze dat grappig doen. Zo'n grip strength dingen, zo'n apparaat moeten ze geven. Bijvoorbeeld zoiets of zo. Ik vind dat soort dingen zijn leuk. Het is entertaining. Dus ja, man. Wie weet, man. Maar al met al, ik vind gewoon...
Ja, ik vind dat Glory het gewoon wel goed doet. Maar wel wat wel zo'n ding is, loopt het contract niet af dit jaar met Videoland? Of is het volgend jaar? Misschien volgend jaar. Ik hoop het niet, man. Ik zeg eerlijk, Videoland is wel prima, man. Videoland en Glory is de beste combinatie die er is, man. Win-win van beide kanten. Klopt. Een tijdje die pay-per-view geprobeerd, maar dat vond ik niet... Was bij corona was dat toch alleen? Ja. Dat was minder. Ik kon die link wel doorsturen naar meerdere mensen die eerste keer. Nou, pay-per-view in Nederland niet, man. Ik hoop dat niet te kunnen. Nee, man. Nederland gaat pay-per-view echt niet doen, man. Als je naar de Albert Heijn gaat en je gaat een plastic zakje halen, betaal je 70 cent. Mensen gaan geen pay-per-view betalen hier, man. Echt, hè? 70 cent, hè? En dan loop je ook nog met Albert Heijn erop. Dus je promoot ze ook nog. Ik ben gewoon boos, man. Ik ben boos op Appie. Ja, nee. Ik heb boodschappenkarretje, man. Dat is slim, man. Ik moet ook gewoon met die ding, boeit mij niet. Ja, ik neem gewoon een Big Shopper mee, man. Elke keer. Ik heb het sowieso staan in de achterbak. Dat is beter, man. Ja, man. Maar tegenwoordig ben ik verwend, man. Maar ik heb een supermarkt precies hieronder. Dus ik mag niet meer klagen. Lekker, man. Ik mag niet meer klagen. Ja, man. Maar, anyway, ja, maar Glory dus, morgen. Je gaat niet regelen. Kijken, je gaat thuis. Ja, maar ik kijk gewoon thuis, man. Ik ga gewoon thuis kijken, man. Is het raar, als Glory uit zou nodigen? Zou niet kunnen, hè? Dus ik zou niet kunnen, of wel? Nee, jawel. Het zou niet raar zijn, man. Ik zou gewoon gaan, hoor. Ja? Waarom zou het raar zijn? Ik weet niet. One, Glory, concurrent, ik weet niet. Nee, man. Ze moeten juist zo'n cross-dinges doen, vind ik. De champ van elke divisie tegen elkaar. Dat mooi zijn, hè? Bro, gewoon een kaart van beginnen. Wacht, lightweight, hoeveel kilo is dat in one? 77 ook. Ja, hij is lightweight. Dan tegen de welterweight champ. In die gewichtklasse van one. Hé, dat zou gek. Dan ga je echt bepalen van, oké, wie heeft de gekste vechter waar? Welke dingen? Wie is de best? Zo. One X Glory. Ze moeten gewoon doen, man. Zou kunnen. Ze zijn ook bezig met... Wat zei je? Champions League. Zo. So. Oh. Ja, ze zijn bezig met Rise. Met Rise hebben ze wel iets. Ja. Klopt. Dus waarom niet? Kijk, je zegt... Remy zegt... Als Regian naar Glory komt, dan iedereen weg als kakkerlakken. Dat zegt Remy. Zo, so, ja. Er zijn wel een paar mooie partijen daar, hoor. Als je daar naartoe zou gaan. Maar... Zeker. Ik zie jou ook als champ binnen Glory. Als jij nu op dit moment die kant op zou gaan. Zeker weten. Zeker. Ja, man. Ik zeg dat, man. Ik gooi het gewoon eruit, man. Er zouden wat nieuwe partijen komen, ja. Als ik daar zou gaan. Zo. Ja, man. Hoe oud ben je nu, Regio? Ik ben 31, man. Oh, ja, nog tijd, man. Alle tijd. Ja. Nog tijd. Ja. Nog 10 tijas. Makkelijk. Ja, nog niet van me af. Nog langer. Willen we ook niet, man. Makkelijk, man. Voor jou, Regio. Ja, man. Gaat makkelijk lukken, man. Gaat makkelijk lukken. Ja, man. Ik heb eigenlijk niks meer. Ik heb wel drie dingen. Ik wil eigenlijk een filmpje... Misschien ik ga ze nog een filmpje maken erover. Maar ik heb drie dingen die Glory moet veranderen. Ik wil even kijken of jullie met me eens zijn, ja? Oké. Op één heb ik... Ik vind dat Glory in de zaal... Weet je wat Jumbotrons zijn? Nee, wat is het? Waarschijnlijk heb je het wel eens gezien, maar je weet niet dat het zo heet. Boven de ring heb je dan zo'n kubus met schermen erop. Ja. Glory heeft dat niet. Bij RTM steeds vorige keer. Ja. Het scherm was achter me. Kaboom Whiplash. Ah. Oh. Dus dat is het eerste wat ze moeten veranderen. Maar dat ook is niet voor... overal. Bij Gelderdome hebben ze dat wel volgens mij. Gelderdome wel, ja. Gelderdome wel. Ja, volgens mij. Niks, bro. Het stadion. Volgens mij wel, ja. Maar weet je, het is ook gewoon leuk voor de fans daar binnen. Je ziet de tijd, je ziet alles. Alle ogen zijn gericht naar de ring. Ja. Mm-hmm. Is chiller. Dus dat ten eerste. Maar die was een light. Die valt wel mee. Ja. Twee, alle main events 5 rondes. Kom op, man. Wat is 3 rondes main event? Alle main events 5 rondes, man. Hé, hey, bro. Wij zijn niet die vechters. Nee, maar... Maar kijk. Marketing-wise, denk ik, als je naar de cijfers gaat kijken, dan zijn ze misschien bang dat die vechters moe gaan worden in de 4e, 5e ronde. Maar meestal, als je een main event vecht, ben je al dicht bij die titel, toch? Dan moet je misschien nog 1 of 2. Dus je moet al ready zijn voor die 5.
Daar heb je ook weer gelijk in, ja. Ja. Toch? Je ziet het wat vaker, toch? Ja, man. Plus, laat me niet vergeten. Hey, 5 rondes. Hey. Je kan dingen knippen eruit. Je kan van die verhaallijnen dat mensen in de tweede ronde worden genakt. En dan... Dat is content, hè? Ja, tuurlijk. Maar dat is money. Is money is goed voor die vechters, is goed voor de orga's, is goed voor de sponsors. Ja, dat is. Ja, nummer dat is 3. Dat bestaat die tegen Semeler was inderdaad tekort met 3 rondes. Bro, ja. Moest 5. Dat heb je met die absolute top. Dat... Sommige partijen kijk je, denk je bij jezelf van, oh, 1 ronde is al genoeg. En sommige partijen inderdaad, die verdienen wel die 5 rondes. Ja, man. Heavyweights is lastig. Ik hou niet van heavyweights die hijgen in de derde. Ik hou er niet van. Not judging, want ik hijg waarschijnlijk in de eerste. Ik heb geen conditie, dus ik weet zeg ik helemaal niks. Derde, zijn jullie klaar voor de niet derde? Alleen... Ja, oké, okay, zeg maar derde. Ja, 100%. Oké. Okay. Ik heb gecheckt, want ik heb de statistieken weer bekeken. Hoeveel procent knockout ratio denk je dat Glory had in 2023? Totaal. Knockout ratio. Dus van hoeveel van de partijen zijn geëindigd op knockout? Hoeveel procent? Ja. Ja. Ik gok op 30%. Egean? Zo, daar vraag je me wat, man. Nou, maar je hoeft niet exact, maar gewoon. Ik denk misschien iets meer. Misschien 40%. Het is iets minder. 28, nog wat procent. Oeh, is weinig, man. Heb je die van wonen ook toevallig? Die heb ik niet gecheckt. Die heb ik niet gecheckt. Maar ik ga hem checken. Ik ga hem zeker checken. Maar omdat die knockout ratio iets minder dan 30% is. En ik heb het al eerder benoemd. Zet gewoon performance bonussen, man. Je gaat zien hoe die KO ratio gaat vliegen. Ja, man. Bro, en ze hoeven niet gelijk 50 doezoe neer te zetten. Mag. Maar dan na een paar events zijn ze failliet. Dat is de redenen waarom ik bij One ben gebleven. Ja. Zie je? Maar dat bedoel ik. Maar ze hoeven niet eens af te leggen. Ze hoeven er niet eens af te sponsor. Maak M&M performance of the night. Ja, fair text, performance of the kop. Night. Ja. Kop. Gewoon 10 kop. 5 kop is net te weinig. Ja, begin met 10 kop. 10 kop is goed. Kop. Je zet 10 en dan zet je M&M's of je zet, weet ik veel, ja, Unibet. M&M's met sport is, weet je. Ja, weet, ik zeg maar wat, ik noem maar wat. Gewoon, gewoon random. Voetbal heb je ook bier's daar maar, overal. Maar weet je wat er ook gebeurt? Niet alleen die hogere vechters, of hogere, zo moet ik niet zeggen. Die vechters, zeg maar, die populaire vechters, maar juist die opkomende, die misschien, weet je, niet eens zoveel verdienen omdat ze opkomend zijn. Maar als ze een dikke partij neerzetten, als ze denken, hey, ik zeg maar wat hoor, ik weet niet wat ze verdienen, maar zij voor ze verdienen 3 kop. Ik zeg maar wat. Ik weet niet wat een... 3 kop verschijnen, 3 kop voor winnen, ja. Zoiets. Stel voor je krijgt dat. En met goede performance, je kan 10 kop winnen. Brada. Je gaat alles op alles zetten. Je leeft zo op deze manier, hè, met die bonussen. Daarom. En dat is ook weer win-win. Want ook daar komt weer content uit. En daar kan Glory weer dat doen. En daar kan die vechter weer wat krijgen. En daar krijgt die sponsor ook weer wat. Zie je, iedereen win. Ja, klopt. Je hebt helemaal gelijk, man. Dat waren de 3. Maar wie gaat nu die doekoe leggen? Een sponsor. Let maar op. Ja, maar wie, mama, bro? Je moet... Weet je wie? Die ringen. Met die ringen die vorige keer. Ja. Champs. 4 champs. 4 champs. 4 champs. Zet de 10 kop snel, man. Ja, man. Of 3. Gewoon doen. Of gewoon een externe sponsor. Dat zou mooi zijn, man. Dus iedereen zou winnen. Ja, man. Zeker. En ik wil de dames ook terug. Sorry. Dat was een bonus. Ik wil de dames ook terug. Meningen zijn misschien verdeeld. Ik begrijp waarom jij het wil. Nou, niet zo toch. Nee, man. Kijk, als we Ringo's praten is wat anders. Okay, maar de dames die vechten... Alle respect. Kijk, Tiffany van Soes vond ik nog wel een goeie. Maar de rest, ja, met alle respect. Hoe heet die Franse? Ja, niet... Sarah. Nog iets. Moes. Of ja, Sarah. Zo, ja. Voor één partij was ze aan. Hij was ook knokker, hoor. Ja. Zat Tiffany bijna gefinished, toch? De partij tegen Van Soes, ja. Zeg maar. Die was man. Maar daarna is... Ja, weet je. Maar het is ook lastig om een divisie te bouwen, hoor. Met de dames. Er zijn niet zoveel, weet je. Mm-hmm. Het is lastig. Won, die heeft het makkelijk. Wat zei je? Moest het doek. Toch? Sarah moest het doek, volgens mij. Ja, zij traint ook bij Deon, volgens mij, ja? Klopt. Ja, man.
Klopt, klopt. Ik weet niet hoe, maar weet je, er is, ja, One heeft wel een, One die doet dat wel. Die is wel goed bezig met de dames. Ja, daar heb je Thai, de lopers daar zijn serieus. Ja. Ja, ja, ja. Volgende week trouwens, volgens mij is het een main event, hebben die, die ook partij toch, die Anissa Maxson tegen, tegen Jackie. Dus ja man, ben benieuwd. Ja man, geen grappen man. Geen grappen. Hey, we zijn alweer over de tijd, altijd met regen over de tijd man. Altijd man, gezellige toerietje. Ja man. Dus ik ga je een fijne avond wensen. Ja man. Man, jullie ook man. Thank you. 100%. Hou ze op de hoogte. Ja, ja, ja. Kom goed, kom goed. We moeten weten wat gaande is, de Immortal. Ja, toch, ja, toch. Ik zie dat... Ja. Wat zeg je? Ik zie dat filmpje nog. Ja, maar sowieso, sowieso. Ik ben wel benieuwd, man. Ik ben echt benieuwd, man. Laat stiemen, stiemen. Kom goed. Is cool. Lekker, man. Jongens, broeder. Later, rest. Brada. Ja, man. Moet we spreken. Thanks voor je tijd. Yes, yes, yes. Ciao. Ja, man. Champ. Regiaan, man. Champ, champ. Het is altijd goed om met de regio wat te praten. Ja, man. Goeie guy, man. Goeie guy. Ja, man. Het is ook mijn fout, hoor. Want ik had ook moeten beseffen van... Hé, Regian, hij vecht. Rematch. Ik had een makkelijke interview voor hem kunnen regelen bij Sportnieuws. Weet je. Ik had het makkelijk kunnen doen. Ja, sowieso. Maar op een of andere manier... Denken. Ja, ik heb zoveel, er zijn zoveel vechters, man. Er zijn zoveel dingen. Much love from Greece, champ champ. Hey, lekker man. Lekker man, ik was in de gyros. Good job, Mookie Boogies. We send much love back. Joes is jarig, ben je jarig? Nee, maar dit is Moenies, man. Moenies moet je niet geloven, bro. Hij, ja, hij zegt zomaar dingen. Elke dag dat ik jarig ben, maar ik ben niet jarig, bro. Ik ben 8 november jarig. Is bijna, is bijna. Guys, is bijna. Speak English in the interviews. Yes, of course, man. We definitely speak better English than most of the glory fighters, so don't be afraid. Hey, ze moeten die vechters ook cursus Engels geven. Verplicht, man. Hey, als je bij Glory tekent, je moet 1 keer in de week 2 uurtjes Engels krijgen. Ja, man. Ja, man. Eigenlijk wel, man. Je stand met die vertaler elke keer, man. Is hoofdpijn. Lastig. Is lastig. Ja, maar ja. Robbie had ook tegen Baram gezegd dat hij Engels moet leren. Ja. Misschien moet hij dat doortrekken in de hele orga. Je moet gewoon Engels leren, man. Engels is wereldtaal. Easy, man. Easy. Het is makkelijk te leren. Ja, Tarek sowieso ook. Ja, iedereen. Ja, man. Iedereen moet het, man. Is ook beter om te verkopen. En ik kan internationaal ook met mijn dingen doen, weet je. Dat is die story. Nou, boem, maar Joes. We zijn kwart over. Het is weer zover. We moeten weer vandoor. Ja, man. Morgen weer 8:30 uitspelen bij Scheveningen. Oeh, 8:30. Het seizoen is weer begonnen. Al lang al, man. Ja, man. Toch, man. Pittig. Morgen verjaardag, man. Ik ga met die kleine man chillen. Malabag Noosy Toys. Geniet ervan, man. Noosy Toys. Hé, ze hele... hoe maken die ballen schoon? Bro, wat ik doe, eens in de zoveel tijd, dus als die kleine bijvoorbeeld in bad is geweest, gooi ik al die ballen gewoon in die bad. Dan drijven ze. En dan maak je ze gewoon daarin schoon en dan laat je ze drogen op een doek en dan stop je alles weer terug. Ik wou ze gewoon in de vaart. Die rit van onder, je kent die rit, die kan die zak, zeg maar, als die vies wordt, dat zwarte. Ja. Kijk, van onder zijn rit moet je hem alleen wel koud wassen, want anders gaat die krimpen. Krimpen. Kun je ook gewoon schoonmaken, kun je weer terug om die spons krijgen en weer rit dicht doen. Dat is kwaliteit, man. Noosy Toys, is niet zomaar. Is kwaliteit. Maar je kan ook, bro, maar dat is veel werk, omdat zoveel ballen zijn. Ja. Je kan ook met een doekje en dan 1 voor 1 met zo'n allesreinige doekje langs gaan, maar dan ben je heel tijd mee bezig. Daarom ik gooi ze gewoon in die bad. En dan dat is slim, man. En dan laat ik ze drogen en dan klaar zijn ze weer clean. Dat is slim, ja. Ik probeer efficiënt te zijn, is een ander woord voor lui. Maar ik zat zelf na te denken om de dingen gewoon in de vaatwasser te knallen. Ik zweer het. Dat zou ik niet proberen. Dat zou ik niet proberen. Dat heb ik nooit getest, dus dat is eigen verantwoordelijkheid. Ik doe het wel netjes gewoon, ik doe het wel netjes. Ja, maar die dingen blijven in principe ook vaak gewoon schoon, man. Dat zijn er gewoon... Ik heb nooit dat is gewoon gedacht, nice, hè? Het gaat dat ze vies worden of iets. Oké, man. Dat is een boom, man. Dat is boom. Nee, die kleine van mij die rent zo gewoon met zijn pakje appelsap dat ding in, weet je. Dus, ja, dat heb je. Dat ga je krijgen. Dat ga je krijgen. Nee, maar brada, was weer chill. Lobby. Zeker, man. Ik spreek je volgende week. Zeker. Fijne avond, iedereen. Yes, sir. Ballen. Laat Lobby. Ze niet vallen. Ciao. Dat was hem weer. Dat was hem weer. Dus, mocht je nu net
ingetuned zijn. Maar eventjes, hallo, dames en heren, ik ben nog steeds live en iedereen kan jullie horen. Oké, ja. Anyway, wat ik wil zeggen is, mocht je net ingetuned zijn, kan je gewoon terugkijken. Regen Eerste kwam voorbij, had het over zijn rematch, hoe hij zijn titel heeft gepakt. Teruggepakt natuurlijk, want hij had zijn titel verloren. Heeft hij succesvol teruggepakt, heeft lesgegeven. We hebben natuurlijk ook over Glory gehad. En heeft hij daar een beetje zijn analyse over gegeven. Morgen Glory 96, dikke partijen. Mooi evenement. Ik ben echt super blij dat hoe Glory dit allemaal in elkaar heeft gezet. Echt sterk. Van alle partijen, van alle evenementen die je zou moeten kijken, deze zaterdag moet je kijken. Als je van kickboksen houdt, zelfs als je niet van kickboksen houdt, maar je hebt een beetje interesse erin, check naar Glory 96. Je gaat hoog niveau kickboksen zien. Ik heb er nu al zin in. Aan de ene kant jammer dat ik er niet bij kan zijn, want ik wilde er wel bij zijn, maar mijn zoon is jarig, dus daar ga ik liever doen. Dus volgende Glory ben ik er weer bij, als ik mag. Ik wens je nog een fijne avond, fijn weekend. En volgende week weer een nieuwe gast. Ik weet even niet wie, maar dan kom je waarschijnlijk aankomende woensdag achter. Fijne avond.